Zonder ophouden worden op de reden van Barry, in aanwezigheid van Nederlandse en Italiaanse experts, de pogingen voortgezet om het wrak van de verongelukte KLM-machine te lichten. Gehoopt wordt dat de berging van het wrak een inzicht zal kunnen geven in de oorzaken van de ramp. Deze dagen zijn de duikers er reeds in geslaagd een der motoren van de roermond naar de oppervlakte te brengen. De stoffelijke overschotten van de slachtoffers, welke tot dusver geborgen konden worden, zijn naar Nederland overgebracht. Langs de weg naar het vliegveld sloeg een zwijgende menigte het voorbijtrekken van de droeve stoet gade. Op het vliegveld werden de kisten en kransen ingeladen in de KLM Skymaster Edam, die voor het vervoer naar Nederland zou zorg dragen. Een erewacht van het Italiaanse leger bracht een laatste saluut.